Yo mensen, toch kijken deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boor 1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Firecracker, de laatste FIFA 19 Firecracker mode, en we gaan vandaag afsluiten met de klassieke, de laatste klassieke in FIFA 19. Morgen komt er nog een spelerscare en dan komt toch weer echt, dan komt echt FIFA 20. Ik weet niet of er vanmiddag een voorspellingsvideo komt. Dat heeft te maken omdat ik nog een andere video ga opnemen met een vriend van mij. Dat wordt een crossbar challenge. Dat ga je dus zien uh, waarschijnlijk vanavond in plaats van de voorspelling. Bij deze doe ik dus nu de voorspelling. Ik en nog vanavond bij de... Hier komen wij trouwens op een ene voorsprong. Door de uh, Jean-Paul Beweetjes die de bal intikt in de laatste klassieker in de Eredivisie in 4 van 19 1-0. Jean-Paul Beweetjes. Maar we gaan dus uh, een crossbar challenge opnemen. Ik ben met Tim, jullie hebben gisteren gezien in de um, livestream als jullie mij op Insta volgen. Maar jullie gaan hem ook nog nu op YouTube zien. En ja, we gaan het gewoon doen: een crossbar challenge. En uh, de voorspelling doe ik dan ook tijdens die crossbar challenge van Feyenoord Emmen. En mijn Feyenoord, ik denk bij deze, dat Feyenoord wint met 3-0. Misschien zien jullie dus niet de voorspellingsvideo vandaag, maar ik ga wel een foto op Insta zetten uh, die ik zou gebruiken als thumbnail en dan mijn voorspelling eronder. Hier krijgen we nog de volgende kans, maar die bal gaat er helaas niet in in de 30 e minuut. En zo komen wij niet op een 2-0 voorsprong. In deze video ging er weer iets fout, want uh, qua knippen ging het niet zo helemaal goed, maar toch hebben we allebei de goals uh, in de video kunnen laten zien, dus het ging goed. Marien. Um, Ajax nog niet echt uh, gevaarlijke kansen gehad. Promes. Zie Promes. Deze bal is voor. Ajax moet ingooien. Nee, daar is Christensen. En voor hoog over. En dan is het een doeltrap voor Feyenoord. En gaan we die doelop ook nemen. Bijloos schiet hem ver. Echt een Jansen. Goeie bal, Bouweetjes. Bouweetjes is geen keer goed gegeven op Cockchow. Uh, Horde kan gaat er redelijk goed langs komt er de kans aan. Nee, niet goed gegeven op um, voor mijn Placios. En zo is het geen 2-0 dus in de laatste klassieke in 4 van 19. Waar ik nog een paar wedstrijden ga simuleren tot en met de 12 periode die we niet meer gaan spelen. Want morgen komt er voor het laatste keer een spelerscreen. want En hier komt A is op gelijke hoogte. Hakim Ziyech maakt de 1-1. Het staat dus gelijk. En Het is de 44e minuut als het dus weer gelijk staat aan deze laatste klassieke in FIFA 19. Dan is de rust bijna aangekeerd deze wedstrijd. En dan gaan we kijken of we nog kunnen doen in, uh, na, de, na de rust in de tweede helft. Komt nog voor rust misschien nog een kans. Kokciu, Virena. Morgen gekregen Boeetjes. Boeetjes moet afmaken. Kappen. Schieten. Pasen kan ook. Jansen. Maar de bal niet onder controle. Zo is dit wel de laatste kans in de eerste helft. Dan gaan we door naar de tweede helft. 52e minuut boeetjes hier. Buechis is weggestuurd. Kan er 2-0-2-1 maken. Maar die gaat er helaas niet in. Jampo Boeveetjes mist de bal. Wordt gered door de doelman. En het is nog steeds 1-1. Spannende laatste klassieker deze aflevering. Deze bal niet voor. Fijn ook meer. Vilena. Sinistera. Kan de bal niet onder controle krijgen. Tadic. Onderschepping. Vilena. Aiting, Weer onderschepping Castanjos. Is erin gekomen in de tweede helft. Voor Cockchu. Twee spitsen dus nu in het elftal. Als jullie dat horen. Geblaf of gepiep. Gepiep is de warmachine die misschien zo de klaar is. En de geblaf is een hond op de achtergrond. Boeetjes. Komt hij eruit? Komt, eruit? Komt, eruit? Komt er nog een kant? 61 minuten hier. Boeetjes. Mooi gegeven op Sinisterra. Aan de bal weggehaald door Blind. Corner Feyenoord. Blind eruit. De man die de bal weghaalde. Hier, Karsdorp krijgt de bal niet op, goed op zijn hoofd. Dan is de bal hier voor IE. Die ook niet lekker op zijn borst krijgt. Krijgt hem nog wel redelijk voor van je En de vrije trap is hier voor, voor Ajax. En dat is bij het spel van Jean-Paul Bouetjes. 65 minuut. Ajax nu. Promis. Promis. Komt het eruit? Promis. Ja, maar de ontschepping van Karsdorp zorgt ervoor dat Ajax er niet verder uit komt. En dan komt er Ringo van Ajax, dat wel. Taric. Aiting. Promes, moet nu druk zeg worden door IJ. Dat gebeurt niet, weggehaald, IJ weer. Palacios nu. Boetjes, dan komt 25 nog één Kruip misschien. 69 minuten, 20 minuten te gaan hier. Castanjos, Jean-Paul Boetjes. Boetjes, krijgt hij hem voor nog? Boetius, Kopkans Jansen en het is 2-1, we staan voor. En dan is de wedstrijd toch wel afgelopen, want ja, we hebben gewonnen. En toen ging hij hier iets fout met opnemen, waardoor we niet verder de wedstrijd kunnen zien. Maar we winnen wel met 2-1 van Ajax, de laatste klassieker. Dat doen we dan goed. Hier hebben we de wedstrijd gesumuleerd, ik ga het even laten zien aan jullie. Uh, Ajax hebben we dus um, gewonnen met uh, 2-1, dat weten jullie. Dat zagen jullie net nog. Dan hebben we de wedstrijd tegen Heerenveen, die hebben we verloren met 2-1. Die hebben we gesumuleerd. De wedstrijd tegen Zagreb. Hebben we verloren met 2-1. Herakles dus gewonnen met 3-1. Beker ronde met 5-0 van Willem 2. En 2-0 winst van Willem 2. Dat zijn de laatste wedstrijden die we in FIFA 19 bij de feindcreme hebben gedaan. Jullie gaan nog een beetje de selectie zien. Hoe ze gegroeid zijn. Ik zou zeggen, super tof dat jullie gekeken hebben naar mijn Feindcreme-Out. We gaan weer volop genieten in FIFA 20 Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Kijk morgen naar de spelers out En dan zeg ik, zoals het tijd is als nu, later.